Goedemiddag, kijk naar het weerbericht van Weerplaza, opgenomen op 24 november. Het is vrij zonnig in Nederland. Alleen in het zuiden zijn nog wel wat meer wolkenvelden, maar ook daar komen geleidelijk aan steeds meer opklaringen. De temperatuur ligt momenteel tussen de 6 graden in het noorden en zo'n 9 graden in het zuiden. Het voelt toch wel wat fris aan en dat heeft alles te maken met de Noordoostenwind die er waait. Die zorgt ervoor dat het gewoon wat kouder aanvoelt en voorlopig komt daar ook weinig verandering in. Want ook vanavond en vannacht blijft die Noordoostenwind doorstaan en dat geldt ook voor morgen. Aan zee kan de wind af en toe krachtig zijn, dat is windkracht 6, boven land is de wind overwegend matig rond windkracht 4. Nou, vanavond en ook vannacht zijn de brede opklaringen en de temperatuur die daalt naar zo'n 4 tot 7 graden. De wind die waait uit het noordoosten. Vannacht daalt het kwicht verder, en dan kan het in het oosten van het land toch wel rond het vriespunt worden. Ook in het noorden is dat het geval. Wel neemt vanuit het noordoosten de kans op lage bewolking toe en misschien ook wel mist. En dat betekent dat het morgen in het noorden van het land hier en daar misschien wel mistig is. Het is allemaal nog een beetje onzeker. Maar verder ziet het er morgen prima uit met zonnige perioden en af en toe wat dunne wolkenvelden. De temperatuur die loopt op naar zo'n 5 tot 8 graden. Mocht het nou wel in het noordoosten mistig blijven, dan komt het kwik niet veel verder dan een graad of 3. Zaterdag, eigenlijk een beetje hetzelfde verhaal, met in het noorden toch wel kans op wolkenvelden, terwijl in het zuiden er wat meer ruimte is voor de zon. Het wordt zo'n 4 tot 7 graden. De wind, die stelt niet veel voor, is zwak tot matig, eerst uit het noordoosten, maar later draait de wind meer naar een noordelijke richting. Zondagochtend kan het dan eventjes gaan regenen, trekt dan een storing van noord naar zuid over het land. In de middag klaart het vanuit het noorden wel op en zitten we ook tijdelijk in wat zachtere lucht. Maximumtemperatuur ligt zondag tussen de 7 en de 10 graden. In de nacht van zondag op maandag kan het hier en daar al licht gaan vriezen. Maandag overdag wordt het dan niet veel warmer dan een graad of 5. Er waait een oostenwind en er is veel zon. En de dagen erna wordt het afhankelijk nog wat kouder. De nacht van maandag op dinsdag en ook de nacht van dinsdag op woensdag levert mogelijk matige vorst op met temperaturen rond de min 5. Overdag wordt het dan niet veel warmer dan 3 tot 5 graden. Vanaf woensdag gaat de temperatuur geleidelijk aan weer omhoog, maar wordt het weerbeeld ook wisselvalliger. Mijn naam is Raymond Klaassen voor Weerplaza. Ik wens u nog een fijne dag.